Overigens zeiden die boeren ook nog, hoorde ik ergens van, ja, we hebben zoveel geld moeten lenen, dus als we die miljoenen krijgen, zijn die echt niet allemaal voor ons, hoor. We moeten eerst de bank terugbetalen. Ja, dat zal best wel, maar goed, daar zie je ook aan wat voor soort van bedrijven het zijn. Dat ze drijven natuurlijk op omvangrijke leningen. Het is gewoon moderne bedrijfsvoering. Ja. En een groot deel van het bedrijfsleven draait natuurlijk op geleend geld, dat begrijp je wel. Ja. Hier dus ook. Dus het is geen verkaderplaatjesbedrijf. Het is gewoon een serieuze, moderne industrie. Ja. Maar eigenlijk moeten we dus tot de conclusie komen dat de mensen die wij gekozen hebben tijdens de afgelopen verkiezingen voor de Tweede Kamer, dat die dus nu een heel belangrijk probleem eigenlijk moeten oplossen, maar niet met een daadkrachtige oplossing komen, want ze schuiven het vooruit. Nee, omdat misschien ook die kabinetten niet geweldig functioneren. Ik heb geen idee, je zou dat in detail moeten onderzoeken. Vaak worden dit soort van dingen je pas duidelijk als over 30 jaar de geschiedenis van zo'n probleem of zo'n ministerie wordt geschreven. Ja. En dan kom je erachter wie goed was en wie niet goed was. Je ziet ook vaak dat mensen die in de publiciteit worden afgeschilderd als kneuzen, dat die 30 jaar later blijken dat prima bewindslieden te zijn geweest. Ja. Hey, ook bij Amerikaanse presidenten is het vaak pas later dat je ziet of ze het meer of meer redelijk hebben gedaan, ja of nee. Ja. Maar de bestuurders zullen zeggen, we doen er wel wat aan, alleen het duurt wat langer. En in eerste instantie is het op basis van vrijwilligheid ook. Nou ja, het is duidelijk dat het probleem zich als geheel niet laat oplossen op basis van vrijwilligheid. Hmm. Dat daar op een of andere manier wel een wat hardere aanpak. Maar dat gebeurt dus later, hè? Als het geen effect blijkt te hebben. Nee, precies. Oké, laten ze het eerst maar op basis van vrijwilligheid doen. Maar laten ze het vooral doen. Ja. Laten ze er vooral mee beginnen.